vandaag weer een LOL surprise bal. Jullie wisten dat ik laatst 3 ballen had gekregen van een persbureau om uit te proberen. Nou, die 3 ballen die heb ik allemaal geopend. Die hebben jullie allemaal hier op mijn kanaal kunnen zien. Jullie vonden het hartstikke leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Dus ik heb er laatst 2 ballen bij gekocht bij de Intertoys. Ik zal trouwens ook even hieronder bij de beschrijving van de video een link plaatsen naar waar je nog de ballen kan kopen. Want ik zie dat ze heel snel uitverkocht raken. En vandaag in deze video doe ik 1 bal. 1 bal gaat opzij. Die doe ik volgende week vrijdag weer in een video. En daar heb ik ook zo meteen zin in. Ik ga straks kijken of ik iets leuks kan knutselen. Een laarsje voor een van mijn LOL Surprise poppen. En dat zie je dan weer hier bij mij op het kanaal zondag. Dus heb je daar zin in? Dan is dit echt eigenlijk een LOL Surprise weekend. Gisteren zagen jullie een video, vandaag een video en morgen een knutselvideo voor mijn LOL pop. Wij gaan gauw beginnen. 7 lagen, 7 verrassingen. Dus we gaan 7 keer iets uitpakken. En laag 1 is een rebus. En als het goed is, vertelt dat dus iets over hoe mijn pop zich gedraagt, hoe zij is. Hé, die hebben we laatst ook gehad. Er werd aan mij gevraagd, waar kun je zien wat het betekent? Nou, daar heb ik dus mijn vinger op. Daar staat wat het betekent. Maar die hadden we laatst ook. Sommigen van jullie zullen dat vast onthouden hebben. Dit is een rebus, dus dat betekent die 2 woorden bij elkaar zegt iets over mijn pop. Nou, ik denk wel dat jullie het kunnen raden. Wie het al kan raden, laat me weten in de beschrijving of in je comments. En dan zal ik wel zeggen of het wel of niet goed is. Die doen we even gauw opzij. Weg, weg, weg. Oké, we gaan door. Want wij gaan de stickers uitpakken. Want op de stickers staat dus wat we moeten onderzoeken. Wat kan mijn pop? En dat zijn dus de 4 dingen wat we straks gaan uitzoeken. Kan mijn pop van kleur veranderen, huilen, plassen of... Nee, dit is huilen, plassen of spugen. Nou, dat zoeken we straks dus uit. En naar de volgende laag. Ah, die ging niet goed, het openmaken. Zo. En dit is wat zij straks gaat aantrekken. Oh, ik zal even snel mijn kaart erbij pakken. Dat vinden jullie altijd wel leuk. Even wat anders tussendoor. Ik zocht net mijn MC Swag. En kijk, mijn MC Swag heeft een metamorfose gehad. Mijn man is zo druk bezig met zijn Lego Batman weken. Hij heeft mijn MC Swag gepakt en omgetoverd tot Harlequin. Nou, ik zou hem eigenlijk een pak op de broek moeten geven. Of naar de gang moeten sturen of zo. Maar nou ja, hij ziet er wel heel leuk uit. Het is wel leuk geworden. En als ik nu MC Swag dubbel krijg, dan geeft het helemaal niet. Want dan heb ik en een Harlequin LOL Surprise Pop en de MC Swag. Wil je zien hoe hij mijn MC Swag heeft toegetakeld? Dan zie je hier een beschrijving of hier een link naar de video waarin hij jou laat zien hoe hij mijn MC Swag heeft omgetoverd tot Harlequin. Ik heb even de kaart erbij gepakt. Ik krijg nu een flesje. En aan het flesje kunnen we vaak al zien welke ik heb. Wat een leuk flesje. Die heb ik gisteren in het groen gehad. Even kijken. Nou, deze wordt wel lastig, want mijn flesje is roze. En dan, ja, dat betekent dus dat in mijn pop ook iets met roze heeft. Ik zie een heleboel poppen met roze. Haar strik is namelijk enorm roze. Maar ja, zij heeft ook roze in de haren. En zij heeft roze schoentjes. En zij heeft een roze jurkje. Ik kan het nog niet raden. Ik hou de kaart zo dat jullie mee kunnen kijken. Mocht jij denken, ik kan het wel raden. Nou, dan kan je het natuurlijk bij de comments plaatsen wat jij hebt geraden. En dat jij het al bij het flesje hebt geraden. Vind ik wel heel knap. Ik kan hem echt niet raden. Flesje gaat even opzij. En dan gaan wij door. Wat krijgen we nu? Dan zijn wij nu bij de schoentjes. De schoentjes, daarbij zouden we het wel kunnen zien. Aan de schoentjes kun je het heel goed zien. En ik heb... Oh, dat zijn leuke schoentjes. Die zijn zo schattig. Kijk. Oh, die zijn echt leuk. Kleine, ja, lijken een beetje op sandaaltjes. Ja,
Ik vind ze echt leuk. Oké, roze schoentjes. We gaan de kaarten weer bijpakken. Als jij wil zien roze schoentjes. Ik hou er even één vast. Een beetje lastig vast te houden zo. Roze schoentjes. Ik denk dat ik ze zie. Ik denk dat ik kan zien welke het is. Ik verklap het nog niet. Vandaag gisteren zei iemand, ja, maar dat is niet zo eerlijk dat jij het al weet en je het niet wil vertellen. Ja, maar aan de andere kant, als ik het nu al verklap, vinden anderen het weer vervelend dat ik het heb verklapt en zij het niet kunnen raden. Dus ja, dat is lastig. Oké, wij gaan door. Hebben jullie al een idee? Ik denk, ja, ik zie er een paar die het zou kunnen zijn. Ik zie er 3 met roze schoentjes. Maar ik denk dat ik het wel weet. Maar ja, vorige keer had ik het ook fout. En dan gaan wij door, want wat hebben we hier? Kijk, hier heb je een pizzaatje. Dus mijn LOL surprise pop is in elk geval dol op pizza, zien we wel. En, oh ja, ik had het goed. Een jurkje, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Nu kun je wel zien welke ik heb. Dat kun je nu wel heel duidelijk zien. En dan gaan we gauw naar een accessoire en de pop zelf. Bal openmaken. En dan hebben we dus de kaart, welke ik nu mee bezig ben. Maar die heb ik nu niet nodig, dus die gaat opzij. En we hebben hier de pop. En dan hebben we hier een accessoire. Wat krijgt zij erbij? Het voelt als een haar. Oh, kijk. Oh, leuk. Een haarband of een tiara krijgt ze op de hoofd. Dat is wel leuk. Helemaal roze. Volgens mij is mijn man hiernaast in de kast aan het zoeken. En mijn pop. Ik heb dus Fancy. Fancy is blauw, dus dat is een popular is zij. Ik ga er zo aankleden en ik ga even water pakken. En dan gaan wij samen uitzoeken wat Fancy nou kan. Fancy heeft 2 vraagtekens. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat het betekent. Want de vorige keer had ik ook MC Swag met 2 vraagtekens. Maar ik heb maar 1 ding bij haar kunnen ontdekken. Super Babe heb ik ook gehad. En die kon wel 2 dingen bij mij. Dus we gaan uitzoeken wat kan Fancy bij mij. En daar is ze dan met de mooie kleertjes aan op haar stand. Dus zo kun je ook gelijk zien van nou, wat kan je allemaal met de bal die je hebt gekregen. Je kan het dus als stand gebruiken, dat je poppetjes daar mooi in kunnen staan. Het is ook gelijk een hangout, dus je kan je poppetje daarin laten zitten. Je kan daar dus het flesje in bewaren. Aan de onderkant zat dus de pizza. Waar heb ik de pizza nu gelaten? Ja, hier is de pizza. Dus daar kan ze gewoon lekker hier pizza gaan zitten eten in haar hangout. Je kan de bal ook in elkaar zetten. En dan is het een tasje. Dus bewaar je de pop erin. Ik zal het zo laten zien. Klap je je bol dicht en dan heb je een tasje. En kun je het zo meenemen als je bijvoorbeeld naar, bij een vriendinnetje met je lol surprise pop gaat spelen. Of bij je opa en oma. In elk geval, zo ziet mijn Fancy er dus uit. Ik vind er een hele leuke, mooie pop. Mooie jurk heeft ze aan. Aan de achterkant kun je dus zien van nou, hoe kleed je haar aan. Dat is gewoon echt heel simpel. Deze dingetjes zitten los, waardoor je het makkelijker aan en uit kan doen. En dan is het gewoon lekker simpel. Hier heb je dus een plekje waar je dan je tiara in vast kan schuiven. Zodat die vast blijft zitten en niet iedere keer van haar hoofd afvalt. En dan gaan wij nou ontdekken, waar heb ik mijn stickers gelaten? Ik heb mijn stickers verstopt. Nou gaan we ontdekken wat zij kan. 1 van deze 4 dingetjes. We pakken de fles, we leggen haar neer om te voeden. Zo. En dan gaan we kijken, wat kan zij? Oh kijk, ze huilt, zie je dat? Zij huilt. Oh, mijn Fancy is verdrietig. Waarschijnlijk denkt ze, ik heb geen vriendinnetjes en heeft ze daarom een verdriet. Nou, mijn poppetje huilt dus. En als je er heel hard in knijpt, zou er een hele harde straal zelfs uitkomen.
Door ook een beetje in haar hoofdje te drukken, maak je er dus eigenlijk in dit geval aan het huilen. Nou, ze spuugt verder niet, ze plast niet, zij huilt, mijn poppetje. Dus ik pak er dan de kaart bij. Zo, dit is de kaart. Even een beetje vouwen. De kaart, fancy. En dan moet ik opplakken dat zij huilt. En er zijn twee vraagtekens, dus dat betekent als ik straks een keer een dubbele fancy krijg, hopelijk kan zij dan wat anders. Mijn fancy huilt. Nou, ik zat ernaar te kijken en ik zie niet echt iets wat ook nog kan kleuren. Ik heb wel hier voor de zekerheid een bak met bak met ijskoud water. Ik dompel haar er eventjes in. De vorige keer had ik er ook eentje, wiens haar verkleurde en het gebeurde eigenlijk al gelijk heel snel. Nou, ik heb haar erin gedompeld en inderdaad, er gebeurt niks. Dus bij mij kan Fancy huilen. Nou, ik hoop dat je dit zo leuk vond om te zien. Ik zal je nog eventjes laten zien hoe dat zit met haar hangout en haar balletje. Je kan de beentjes zo omhoog doen en dan zit ze hier lekker in haar hangout met haar flesje, die kun je er zo in bewaren. En een pizzaatje om te eten. Nou, pizzaatje kan natuurlijk ook weer gewoon bewaard worden aan de onderkant. Kan weer erop worden geklikt. Zo. En dan, als je het mee wil nemen, dus je wil je pop meenemen waar je naartoe gaat. Even kijken hoe ik hem dichtklap. Zo. Dan druk je dit erop en dan heb je een tasje en dan kun je zo je pop meenemen. Oké, die bal. Jij gaat voor de volgende week. Ik hoop dat je deze video zo leuk vond. Is dat zo? Geef de video dan een like. Wil je meer lol, LOL surprise video's zien? Abonneer hier mijn kanaal. Hieronder zie je mijn mans kanaal. Daar zijn twee leuke video's en ik zal hieronder alle links plaatsen naar alle LOL surprise video's die ik al heb. Doepa, doe! Ooh.